Oké. We gaan de marinade maken. Doe 3 teentjes knoflook en 4 centimeter gember in de blender. Hey Fatima en Mohammed, stuur nog meer doodsbedreigingen. En 1 vegetarische bouillon. Ik word alleen maar sterker door die lage aantal doodsbedreigingen. Een kleine theelepel zwarte peper. Dat YouTube die doodsbedreigingen toelaat. Halve kleine theelepel chilipoeder. Ik zal nooit buigen voor de moordsecte islam en haar harige moordenaars. Een eetlepel verse peterselie. Jouw haatideologie islam is niet welkom in Nederland en ook niet in mijn wereld. 3 eetlepels olijfolie. Je aanbidt Allah is Satan en je stuurt doodsbedreigingen. Een grote theelepel appelazijn. Sap van een halve citroen. Maak tot de puree. Doe 400 gram lamskoteletten in een kom. Marineer het vlees met het mengsel. Afdekken, doe 2 uur in de koelkast. Kook 250 ml water. Doe halve kleine glas bulgur in het kokende water. Goed roeren. Haal van het vuur, laat 10 minuten wellen. Typisch moslims. Eerst mijn lekkere gerechten opslaan bij jouw favorieten, daarna doodsbedreigingen sturen. Hypocrieten met snor. De bulgur uitzeven. Kook 1,5 liter water. Doe een handje vol sojabonen in het gekookte water. Een handje vol snijbonen. Een handje vol spersiebonen. 4 tot 5 minuten koken. Daarna een vergiet met koud water afspoelen. Verhit 3 eetlepels zonnebloemolie. Drie teentjes knoflook fijn snijden. Een shallot snipperen. Bak 2 minuten op stand 3,5. Knoflook 1 minuut meebakken. We
bulgur 3 minuten meebakken. Groente erbij, bak 3 minuten extra. Haal de lamskoteletten uit de koelkast. Doe deze in een ovenbakschaal met folie. Oven 5 minuten voor verwarmen op 200 graden Celsius. Doe de lamskoteletten 22 tot 23 minuten in de oven. Loetje! Waarom stop je die poes in een emmer water? Nou, meneer Bloeman, wanneer je klapband krijgt, dan rij je tegen boom aan. Nou, als ik de poes eens goed nat maak, dan gaat hij er makkelijk in. Strooi saf en halve citroen over de lamskotelet.